Zes TV. Mooie, charmante dame. Ze is blond, ze is slim, ze is talentvol. Ze is ook een heel bekend fotomodel. We kennen ze natuurlijk van de P-magazine, want vorige week was jij in de P-magazine met de bikini special. Klopt. Vertel een keer iets meer over die bikini special. Goed, maar ik vind dat altijd een top sfeer met Daniel de Dave, met de hele crew. Dat is altijd super plezier. En uiteindelijk de resultaten vind ik zelf persoonlijk altijd echt wel top. Dus ja, ik heb me heel goed geamuseerd. Ik was heel blij met het resultaat te zien. En ja, hopelijk mag ik daar nog veel doen. Oké. Maar totaal iets anders. Vandaag ben je hier in het park van Brasschaat. Het is de day before tomorrow. Klopt. Ik zie jou de laatste tijd, jouw naam verschijnen op diverse affiches van events, DJ-festivals. En dan stel ik mij, of dan fronsen mijn wenkbrauwen, Anouk Matin, VJ. Dat is een raar contrast. Ja, dat is een beetje contrast inderdaad. Maar ja, ik ben zo'n beetje een andere weg ingeslaan. Hoewel ik eigenlijk altijd een zekere passie voor muziek heb gehad. En ik ben ja nu eigenlijk echt beginnen boosten, zal ik maar zeggen. En ja, nu sta ik hier op de Day Before Tomorrow. En morgen zelfs op Tomorrowland. Wow. Dus ik kan alleen maar mijn beide polletjes kissen, om het zo maar te zeggen. En ik ben echt super blij. En ook, mijn set is nu eigenlijk net gedaan. En het volk heeft er zin in. Ik merk het, er is wel ambiance. En ja. Dat was heel goed. Ja. Dus, een prangende vraag, van waar de ambitie om als DJ of VJ te willen draaien? Is dat een droom van jou? Ja, dat is toch wel een zekere droom van mij. Naast het model zijn, zal ik maar zeggen. Het is eigenlijk alleen maar mooi wezen en uiterlijke dingen. Maar ik wil ook gewoon tonen dat ik iets kan. Dat ik ook talent heb en ook iets kan doen. Dus ja, vandaag. En vorige week was je in Saint-Tropez. Dit was voor jou ook een leuke ervaring. Natuurlijk, Saint-Tropez is meteen wauw, VIP room. Het is echt een club waar eigenlijk alle grote sterren naartoe komen. Zoals Chris Brown, Paris Hilton, ik had ze opgezocht. Er komen keiveel sterren naartoe, dus ik dacht zoiets van wauw, ik mag hier gewoon staan. En ik was met open armen ontvangen in de club, iedereen was super tevreden, dus ja, ik was mega content. Ja, we een paar keer zien spelen, ook op zien draaien in de villa in Antwerpen. Ja, Antwerpen, uiteindelijk mijn hometown. De place to be, de villa. Ja, super plezant om daar te draaien. Okay, ik zou zeggen, ik wens jou veel succes morgen bij Tomorrowland. Je komt toch, hè? Ik kom morgen zeker. Voilà, Anoukske, heel erg bedankt.